En zo. En zo. En trappen maar. Home run. En daar is de politie. Yo, man. Yo, kijkers. Mijn naam is Dante. En welkom bij een nieuwe video van Spider-Man. We zijn bij de laatste DLC. The City That Never Sleeps, aflevering 3. Silver Lining, Silver Sable keert terug om te claimen wat van haar is in de spannende ontknoping van het verhaal The City That Never Sleeps. Maar waarom is zij weer terug? Want volgens mij van het einde van het originele verhaal ging zij iemand anders helpen. En volgens mij stond ze enigszins aan onze kant. Als het goed is, maar dat weet ik niet zeker. Dat hoop ik maar beter. Mary Jane Watson, associate editor. Oh, we beginnen. In research notes. What started as a museum heist a few days ago has turned into a brutal assault on the city. Ja. The casualties keep piling up. Dus die museum was van de Black Cat. Magia Don Hammerhead, Captain Yuri Watson was forced into administrative leave. Sources say she told the chief. Oh, ik weet het weer. Yuri heeft Hammerhead gedood. Ze werd helemaal gek. Zo ook bijna Spider-Man doden volgens mij. Ja, hij was tot leven gewekt in de ambulance omdat er een imposter, dus een neppe politieagent zat die voor Hammerhead werkte. En ze stelen de Sable dingen. En iets Project Olympus. Wat is dat? Project Olympus is een Oscorp en Sable funded initiative. Bio-enhancement technology meant to transform people into indestructible super soldiers. Hammerhead is ruthless and insane. And now apparently indestructible. Oh, omdat hij dat ding heeft. But first al zijn hoofd is zo lelijk. Figure out where Hammerhead is hiding. The question is, what are we gonna do when we find him? Niks. Hij is indestructible. Dit is een van mijn favoriete games. Ooit. Oh, hoe doe je dit? Oh, dat was een automatische websling. Oké, we gaan achter politieauto's aan naar de crime scene. Ik zet geluid harder, ik moet er goed in zitten. Oh, let's go. Ik ben zo hyped hier. Oh nee, ik deed fout. Even opnieuw. Oeh, let's go. Oh, ik ben zo hyped, ik luister niet eens. Hoppa. Oeh. Oh, ik ben zo hyped, ik ben zo hyped. Zeker voor Spider-Man Miles Morales. Ik denk niet dat ze de game gaan verpesten, omdat het zijn echte Marvel-fans in Insomnia Games. Dus ik hoop gewoon dat het hetzelfde blijft en gewoon in sneeuw met Miles Morales. Dat is, wordt zo sick, dat wordt zo sick. Oké, ik ga even luisteren. Ik heb letterlijk gewoon niet geluisterd. International News, waar zijn we nou weer aan begonnen? Het krijgen als je het mist. Oké, ik moet weer even... Oh ja, zo was de timing. Ik deed veel te vroeg. Ja, zo. Oké, zijn we nou sneller dan de politie? Kom op, politie. Jullie zijn echt noob. Neem even jullie eigen webslingers. Nou, voor webslingers heb je volgens mij best wel wat kracht nodig. Want het doet best wel pijn om te hangen. Hopelijk is de map net zo groot als de GTA-map. Want dan is het zo lekkere websling-vibes. Oké, we zijn er bijna. We moeten misschien wel even hoog blijven, want ik gok dat ze op de grond zijn. Dus laten we even kijken. Wat is hier nou gaande? Oh, nee. Oh, er zijn nu brutes met armor. Oké, gelukkig weet ik nog hoe ik moet vechten, maar ik denk niet dat ik zo goed ben. Want de vorige aflevering eindigde het zo lastig. Dat was echt een moeilijke boss fight. Hij lijkt nu op Rhino vanaf de achterkant. Bro. Ja, maar je kan hem gewoon in zijn hoofd schieten. Oké, ja, oh, jij kan heel goed dansen, Spider-Man. Oh, oh, ik word even aangevallen. Oh, dat ging per ongeluk. Ho, ho, en eventjes een finisher op je hoofdje. Laten we nu even zo. Laten we hem even dodgen. Laten we een uppercut. En laten we even zwaaien. Let's go. Oh, sorry, ik was even niet aan het opletten. Oh, woe. Hoppa, we moeten even iedereen killen. We moeten even boven voor die ene brute. Oh, die brute. Oké, we moeten echt even die brute dodgen. En zo. En zo. En zo. Even die brute. Oh my god, wat is die explosie? Wat is dat? Dat is echt oneerlijk. Jullie zijn echt niet lief. Hoppa, even naar boven voor die brute. Oh, hij is dood. Oh. Oké, pas even op, meneer. Oh nee, nieuwe brutes. Nieuwe brutes. Nee. No, no, oh my god, ik ben zo noob. Oh, ik zit in fotomode, ik zit in fotomode. Oh. Oh, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Daar ging niet één, dat is niet wat ik klikte. Er is er nog één. Bro, go away, jullie zijn zo annoying. Bam, get owned. Owned, get, oh, owned. Het lukt wel.
Het is alleen heel moeilijk als ze ook met andere mensen zijn, want ze zijn heel irritant. Ze zijn... Die Bruce heb ik altijd moeilijk gevonden. Het is echt moeilijk gewoon om gewoon de groep onder controle te houden. Ik heb het gevoel dat deze DLC echt moeilijk gaat worden. Oh my god. Die officer schrok zich dood. Ja, maar dat is toch zo zielig met een pistooltje. Geef ze wat beter een keer. Come on, Spider-Man. Let's play Save the Pigs. That's just rude. Oh my god. Woepow! Wow! Wow! Oh ja, maar kijk, in de lucht vechten is iets voor mij. Oh. Hey, hier. Iedereen een klap. Hoppa. Oh. En ho, even doortje. En wow, lekker schoppen. Oh, even doortje. Ho. Kijk, dit is meer wat voor mij. Zo in de lucht. Daar ben ik wel een fan van. Behalve dat mijn klappen wat minder snel aankomen. Oh, even doortje. Maar kijk, die Brutes is zeg maar het enige probleem voor mij. Voor de rest gaat alles best wel makkelijk. Die Brutes is zo moeilijk. Oh! 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 Oh, wat zijn die dingen? Wat? Oh, dat zijn niet eens raketten. Ik dacht dat het raketten waren. Oh, het is een Brute. Het is een Brute. Oh! Oké. Ja, maar kijk, nu wordt het moeilijk. Kijk, nu zijn er Brutes. Oh. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ja. Oké, finisher. Zo, wat duurde het lang om een finisher te doen. Hier. Oh. Nee, niet naar een Brute. Oh, dat is geen Brute. Dat is geen Brute. Oh. Dat is wel een Brute. Oh, nee, nee, dat is ook geen Brute. Nee, dat is wel een Brute. Dat is wel een Brute. Oh, dat is zeker een Brute. Oké, gelukkig. Oké, die Brute staat beneden. No, oké, Brutes kunnen klimmen. Never mind. Kom op. Oké, je moet gewoon die Brutes helemaal ontwijken totdat er niemand anders meer is. Het is veel moeilijker deze DLC. Die vorige was wel moeilijk, maar deze was veel moeilijker. Dit is zo zielig. Maar hij heeft een familie. Kom closer. I dare you! Now is that just a regular dare or a double dog dare? Wat? Is that yours? No. But it would be so awesome if it was. Oh ja, nu gaat ze ons. Gaat. Nee! Red hem! Nee! Ja, red hem, red hem, red hem, red hem, red hem, red hem, red hem. Oh my god, lekker. Long time no so nutteloos. Who do you work for? He works for Hammerhead. Where is this Hammerhead? Whoa, whoa! Can't we like go grab a coffee and catch up like normal people? By the way, I love your new hovercrafty thing. Tell me everything you know. I talk a lot better without a gun in my face. You have 3 seconds. Just put the guns down. Okay. One. We really gonna do this? Two, six, nine, 11, 7, 3. Wat? Oké, ik was even stil. Wat? Nee, 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 niet een boss battle. Dit is zo oneerlijk, Spider-Broeder. Oh my god, ze kickt me in de face. Zelfs Spider-Man in cutscenes kon daar niet verslaan. Moet je nagaan als ik probeer te vechten. Oké, je hebt nu wel een prullenbak tegen je hoofd aangekregen. En mijn Spider-Broeder is... Dit is oneerlijk. Nee, dit is oneerlijk. Oh my god. Ik kan haar dingen blokken. Oké, je kan haar niet aanvallen. Ik snap het niet wat ik moet doen. Wat? Dan was ik weg. Hoe dan? Oh, ja, zo. Nee. Hoe dan? Maar kijk, zo kan ik het wel doen. Oh, wat is dit? Oh, dat is goed. Ja, ik heb haar! Get owned. Nee, ze heeft mijn Spider-Broeder kapot gemaakt. Ze heeft mijn Spider-Broeder kapot gemaakt. Oh. 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 Get owned. Get owned. Oh. Get owned in the face. Huh, maar dit doet niks volgens mij. Hier, zie dit.
Het doet wat! Het doet wat! Oh my god, ik ben zo stil. Het spijt me. Ik knip het wel. Het deed wat. Je moest legit gewoon zo awkward vechten. Verdomme. Lost in translation, I guess. Wat de? Oh nee. Dit wordt zeker zo moeilijk. Zie die camera's ook. Seizoen 3. Waarom kijken zoveel mensen naar een schurk die in de gevangenis heeft gezeten? Oké. Je hebt nog geen eens 3 miljoen volgers. Dus veel plezier, man. Veel plezier, Screwball. Sounds like the perfect opportunity. Zijn dit nieuwe Screwball missies? Ik heb er geen één gedaan in een normale game. Want waarom zou ik? You know what blows? Half the city if you don't find all the bombs. I really need to shut this stream down. Oh my god, we moeten alle bommen zoeken, anders blaast de stad op. Wat? Oh, waarom Screwball? Waarom kijkt iedereen? Ja, ze zijn gek. Precies die. Zoek de bommen en ruim ze op. Kom op. Oké, ik heb deze. Ik heb oh my god meters. Is die goed? Hier. Bam. Easy game. Let's go. 13 seconden. Ga ik niet redden. Die. Ik heb hem gedaan. Op de laatste seconde. Oh, dat is echt zielig. We moeten hem killen. Oh, maar dat zijn Brutes. Oh, ik heb het niet gehoord. Yo, man, bro. Lekker bezig. Wat? Hoezo show up? Let's go. Lekker party in the building, bro. Zolang er geen Brutes zijn, kunnen jullie niks. Maar als er ook maar één Brute is, dan kan ik meteen niks meer. Hier, even tegen de muur aantrappen. Leuk, toch? Hoppa. Hoppa. En hoppa. Ho. Oh. Oh. Ik ben zo dom. Ze vallen de deur aan. Er stond een meter. Hij heeft hem meteen doodgeschoten. Oh, we moeten wachten totdat de politie arriveert. Wat, he's trying to break in. Hallo. Gegroet. Oh, hier. Kijk. Nee, bam. Oké, dat ging heel fout. Spiderbroeder. Oké, ik doe de spiderbroeder wel erg vroeg. Ik heb ook mijn power geweest. Ho, jemig. Ik ben zo goed. Jullie lopen in die lompe pakken, maar jullie zijn niet echt undefeatable. Jij mag niet de deur open krijgen. Oh, er wordt op me geschoten. Oh, je schiet op je teammate. Oh, het zijn lasermannetjes. Daar kan ik easy mee dealen. Oh. Ik ben zo goed. Hier, spiderbroeder. Hoppa. Oh, en ja. Dit is toch veel te makkelijk. Zolang er geen Brute is, is het veel te makkelijk. Alleen, er komen aardig veel mensen. En er komen zeg maar ook mensen met jetpacks en rode vliegbommen. En daar word ik niet heel veel blij van als ik het zie. Oh, kom op. Die. Kom op, naar de deur. Naar de deur. Nee, naar de deur. Naar de deur. Naar de deur. Goed zo. Zie ik nou een deurtje die open gaat? Oh, en zo. En zo. En trappen maar. Home run. En daar is de politie. Yo, man. Haha. Dit was een misdaad? Thanks, Spider-Man. That was a close one. Oh, vandaar dat er geen Brutes waren. Dit was gewoon een normale misdaad. Dat is erg disappointing. Guys are hitting an Oscorp shipping facility near Seaport. Got it. I'm headed there now. Oké, ja. Dit is de laatste missie die we doen. Ik zou niet weten. If we can find out where, we can cut off his supplies. I'll try to cross-reference his men's activity with the city map. See if I can't nail down a location. Good plan. Hey, so I've been reading up on the situation in Simkaria. There's a ruling dictator attacking his own people. What? Silver Sable's been working alone to arm the rebels and fight back. Oh, Silver Sable, yeah. Sounds like she could really use the stuff Hammerhead is stealing from her.
Hoezo is het een boot? Oh, we zijn er. Ik ben benieuwd. Oeh. Daar is de Project Olympus. He's here! Hier hier, wegwezen! Oh wat, ze hebben ook allemaal gekke walkies. Wauw. Jullie houden echt niet van bezoek, hè? Jullie houden echt niet van bezoek. Oh! Yo man! Wapauw! Rauw! Hier, deze ook. Hoppa, easy. Weg ermee. Allemaal troep. Allemaal troep. Hé hey, bestuurder! Jou pakken we even. En dan stoppen we natuurlijk de auto. Dat zag er heel vet uit. En dat is de auto gestopt. Oké, ja, natuurlijk. Dat zou ik ook zeggen, Spider-Man. Maar wij horen wel goed bij elkaar. Oh, dit ziet er toch zo cute uit. Proberen ze weg te rijden van mij. Hoppa, en welkom. Ik sta op je auto. Hoppa, bestuurtje. Pakken we er even bij. Let's go. Oh, deze moeten we natuurlijk stoppen. Nee, deze moeten we niet stoppen. Deze stopt al automatisch. Nee, stop. Niet vrierende Spider-Man. Je hoeft niet cool te doen. Je hoeft niet cool te doen. Hier naar rechts. Oké, we gaan snel webslingen. Hoppa. Kom op. Oh ja, webflits natuurlijk. Oh, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Ben ik te laat? Nee. Oh my god, nee, daar komt zij weer. Ga weg. Het ziet er toch zo dom uit. Zie je door de stad. Zie je een vliegtuigje vliegen. En die komt random naar de grond vliegen. Dat ziet er zo, zo dom uit. Wat doet ze? Nee, niet dat pak. Oh my god, er zitten mensen in het park. Straks schiet ze de grafsteen van Aunt May kapot. Hallo, waar ben jij? Oh, er zit iemand hier. Oh, dat had ik niet door. Oh, jemig. Bijna tegen een lantaarnpaal. Oh, ja. Pas eens even op. Woe! En even de auto stoppen. Wow, dat ziet er heel laat uit. Ik heb hem niet gehaald. Oh, jawel, ik heb hem wel gehaald. Wat doe je nou? Oh my god, wat doe jij? Zij is zo raar. Oh, die shortcut. Oh, en woepauw. Oké, linksachter zit niemand. We kunnen meteen naar links voor. We kunnen hem meteen killen. En zo. Oké, die hebben we dan ook. Die is gestopt. Lekker bezig. Hij stuurt ook natuurlijk automatisch. Moeten we even hierheen? Oh nee, dat was geen goede zet. Oké, we moeten best wel ver. Oh! Dat ging bijna fout. Oh ja, dan zegt hij natuurlijk weer dat alles jouw schuld is. Oké, pak die turret, trek hem eraf. Lekker. Oh my god, dat is zo sick. Oh. Maar wat zijn dat? Zij, hey. Ja. Hoppa. Oh ja, ik heb er eentje. Ik heb er eentje. Oké, okay, dan gaan we nu voor deze. Pow, pow, pow. Nee, ik schiet op haar. Ja, oké, okay, ik heb er één. Oh, dat zijn ze. Dat zijn... Oh, nee, nee. Nieuwe. Oh, if I land on the wing. Oh, dan kan je er twee gebruiken. Oh, ja, maar ik ben nergens dicht bij de wing. Maar kijk, zij vliegt echt slow. Go! Ja, oké, okay, ik ben op de wing. Ik ben op de wing. Go, 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 go. Hij kan nu beide gebruiken. Wat een pro. Oké, wat nu? Yes. Volgens mij, hoe kan ze dit niet doorhebben? Zij heeft alles door. Oh, we helpen. Oh, deze ze door dat we haar helpen. Nee, volgens mij heeft ze niet het dankje gezegd. En nu zegt ze, stop it, Spider-Man. Ah, wat een schattige jongen. Hij is heel bang. Ja, kijk, let op. Dat is lansen nu op die truck en dan stop het Spider-Man. Was dat nou samenwerking? Misschien. Oké, okay, of ze zijn matties hierna, of het is een boss battle. Easy, easy. Where's Hammerhead? If I talk, he'll come. So you do what you gotta do. Look, we both want the same thing. If we work together, we'll find him. Trust me. Zij is zo boos. Right. We work together. Like partners. Yeah, partners. Is ze nou trekker op haar gedaan? Zij is zo zielig. Zij is zo zielig. So
call me? Oh, is dat from Belding? I am 77% sure she's not a robot. Dat betekent dat 23% is dat ze een robot is. Dat lijkt het ook best op. Maar in ieder geval, onderzoek de geweerschoten. Dacht het even niet. Kijkers, smash even op die subgelijkknop als jullie deze video super awesome vonden. Zeggen we de comments of jullie er meer van willen zien. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!